Welkom bij dit filmpje over een stuk Grieks uit de tragedie Bacchae van Euripides. Dit is het tweede episodium. Op dit moment staan er in ieder geval twee mensen op het podium, namelijk Dionysos zelf in de vorm van de vreemdeling en Penthuis, de koning van Thebe. Dionysos is net het podium opgebracht door een bediende, een bewaker, die hem gevangen heeft genomen. En dat is wel heel opvallend soepel gegaan. Het leek wel alsof hij gevangen genomen wilde worden. Penthuis heeft al geconstateerd dat Dionysos er goed uitziet. En gaat nu een aantal vragen aan hem stellen. De eerste vraag die hij gesteld heeft is: wie ben je en waar ben jij vandaan? En dan zegt Dionysos met een mooie alliteratie van oe-oe-klanken: ook oknos oedijs. Daar mag je estin bij aanvullen. Oknos is het onderwerp, oedijs is bijvoeglijk bij oknos. En ook en oedijs is een dubbele ontkenning. De laatste is samengesteld, dus dan wordt die versterkt. Er is helemaal geen aarzeling. Er is geen enkele aarzeling. En daarmee bedoelt hij eigenlijk: ik ga meteen beginnen. Dus het is ook nog eens een soort litotes. Rhaidion, de eipijntode, daar mag je ook esti bij aanvullen. En het is Rhaidion, makkelijk te zeggen dit. En dan gaat hij antwoord geven op de vraag waar die vandaan komt. Ton anthemode tmolon, het bloemrijke, of de bloemrijke tmolos. Tmolos was een berg. Oista, van oida, ken jij. En dan is poe een partikeltje en betekent, denk ik, waarschijnlijk misschien zo'n soort tussenwerpseltje. En kluon is participium presens van kluo, horen. En dat mag je hier vertalen met van horen zeggen. Dus jij kent de bloemrijke tmolos, denk ik, van horen zeggen. En vanaf hier gaan ze over in een stigomythie, waarbij ze om de regel wisselen van spreker. Een veel voorkomende tekstvorm in een tragedie, en zeker als het, zoals hier het geval is, het een beetje een verhitte discussie wordt. Penthuis reageert op oista en zegt oide, en daar kan je a bij aanvullen. Ik ken het of hem. En dan laat hij nog even zien dat hij echt weet waar het over gaat met een betrekkelijke bijzin. Die to sardeion astu, die de stad van Sardis, peribelei kukloi, omgeeft. En dus hij geeft aan, ik ken die berg en ik weet ook waar die ligt, namelijk bij de stad Sardis. Dionysos reageert met en tuithen eimi, ik ben daar vandaan. En Lydia, voor mij, patris, dan mag je estin aanvullen, is voor mij het vaderland. En dat is natuurlijk een dativus possessivus, een dativus van bezit. Dus je mag ook zeggen, en ik heb Lydia als vaderland. Oké, dat is het antwoord op waar die vandaan kwam. We weten nu nog niet wie hij is, maar daar vergeet Penthuis ook door te vragen. Hij is nu benieuwd naar het volgende. Poten de teletastaste agais, eselada. Poten betekent waar vandaan, maar ook waarom. En de vraag waar vandaan is eigenlijk zojuist al beantwoord. Dus hier is waarom beter. En deze rituelen. Agais, jij brengt. Es Elada naar Griekenland.
En waarom breng jij deze rituelen naar Griekenland? En dan zegt Dionysos met lichtelijke dramatische ironie. Dionysos autos, autos in de nominativus is altijd bijvoeglijk en betekent dan altijd zelf, want het congrueert dan met het onderwerp. En hier is dat geëxpliciteerd in Dionysos. Dionysos zelf, me, eis ebes, se, stamauristus van Eisbaino, liet mij gaan, heeft mij doen gaan. En dan vervolgt hij met iets wat heel belangrijk is voor Dionysos. Ho. En ho met een genitief erachter betekent de zoon van. De zoon van. En Dios is de genitief van Zeus. En dat is natuurlijk precies hetgene waarvan hij wil dat Pentheus het erkent. Maar Pentheus erkent het niet. Integendeel, in de volgende zin begint hij wel gelijk over Zeus. Zeus, de, maar Zeus is daar. En dan heb je ineens een tis die heel ver bij het woord vandaan staat waar het bij hoort. Namelijk het hoort bij Zeus. Dus door deze hyperbaton valt hij extra op dat het niet gaat over de Zeus die we allemaal kennen, maar het is Zeus. Een of andere Zeus. Dus is daar een of andere Zeus. En dan een betrekkelijke bijzin die over die Zeus gaat. Die nieuwe goden, ook een hyperbaton, tiktai, het wereld brengt. Voortbrengt. Nou, dit is natuurlijk een ironisch bedoelde of misschien wel sarcastisch bedoelde vraag die niet erg vroom is, maar hij gaat er dan ook vanuit dat het gewoon echt niet kan. Dionysos geeft nog netjes antwoord. Ook nee. Dus er is niet daar een of andere Zeus die allerlei goden produceert. Maar, ho, en dit lidwoord hoort bij het participium zeuxas, participium auristus van zeugnumi, verbinden. Maar hij is degene die verbonden was met semele en tade, hier, in het huwelijk, gamois. Dus hij stelt ekei en entade tegenover elkaar. Ja, dus het is niet een of andere rare god ver weg, maar een bekende god hier. Nou, Pentheus negeert dit compleet, want dit is natuurlijk wat hij juist niet gelooft. Dus hij stelt een volgende vraag en daar geeft hij twee opties bij. Dat kan je zien aan potera. En e. En de is natuurlijk gewoon en of maar. En of s'nachts jou of katom. Oog in oog. Oftewel overdag. Als je elkaar kan zien. En dan kazen sigmatische auristus van Anan Katso. Wat je hier mag vertalen met zijn wil opleggen. Dus dan krijg je, legde hij of s'nachts of oog in oog jou zijn wil op. En Dionysos zegt dan op een grappige manier, letterlijk staat hier, terwijl ik zag, terwijl hij mij zag. Participium, twee participia. Oog in oog. En die dosin, dit is een presens. Je mag hem vertalen als presens historicum, maar het geeft natuurlijk wel aan dat Dionysos vindt dat
het nog steeds geldig is. En hij gaf de orgia, de rituelen. Nou, daar wil Penthuis ook wel meer over weten. En de rituelen. Daar hoort Esti en Egonta bij. En dat is een gekke combinatie. Maar die mag je samen vertalen met gewoon hebben. En de rituelen hebben. Tin idean, die congrueren, allebei accusatives. En op tin staat een accentje op de eerste i. Dus het is een vraagwoord. Welke vorm of welk uiterlijk? En dan hebben we ook nog soi. Dus dan krijg je. En welk uiterlijk hebben de rituelen voor jou? Nou, daar kan Dionysos kort over zijn. Aret. En hij is heel kort, want je zou hier ook nog Estin kunnen aanvullen. Het is verboden voor Abakgautoisin. Die A is de Alpha Privans, die het ontkent. Voor niet-bakganten. Te Eidenai. Eidenai, infinitivus van Oida. Te weten. Protoon van de stervelingen. En dat moet je verbinden met Abakgautoisin. En dat is dan weer een hyperbaton. Het is verboden voor de niet-bakganten onder de stervelingen om het te weten. Nou, dan probeert Penthuis het met een andere vraag. En heeft het Onesin. En daar hoort Tina helemaal aan het eind bij. Dus weer bijvoeglijk gebruikt vragend voornaamwoord. En welk voordeel heeft het? En dan hebben we nog Toisi, lidwoord dativus meervoud, en Thuosin over. En dit is participium van Thuo, ook dativus meervoud. Offeren betekent Thuo, dus voor degenen die offeren. Welk voordeel heeft het voor degene die offeren? Nou, dan krijgt hij eenzelfde soort antwoord op, natuurlijk ook eenzelfde soort vraag. Uthemis. Themis wordt vaak gebruikt in religieuze context. Niet toegestaan. Estin mag je aanvullen. Te akousai. Te horen ze. Het is niet toegestaan dat jij dat hoort. Esti de, maar het is axia. En dat is natuurlijk flauw, want nu wil dit wel. Het is waard om het te weten. Weer die Eidenai, infinitief van Oida. Dus je mag het niet horen, maar het is wel wat. En dan zegt Penthuis, uitoet equipe de luisos. Nou, dat equipe de luisos, Sigmatis Auristus, tweede enkelvoud, dat heb je handig bedacht. Op dat is hina met een conjunctivus, en dat is deze thelo. Dus dat is een conjunctivus finalis, want dat geeft een doel aan. Opdat ik het wil horen. Nou, als je zo zegt, ja, dan maak je mensen natuurlijk nieuwsgierig. Nou, zegt Dionysos dan, asebeian askunt, en daar kan je een A bij aanvullen. iemand die zich bezighoudt met goddeloosheid. Asebeian, daar herken je ook weer zo'n alpha privans in.
Sebes is vroom en Asebes is dus juist niet vroom, goddeloos. En dan hebben we hier orgia. Taorgia, dat zijn de rituelen, die zijn het onderwerp. Onzijdig meervoud en toch is de persoonsvorm enkelvoud. Dat komt in het Grieks vaker voor bij onzijdig meervoud, zeker als het een soort containerbegrip is. Dus de rituelen, haten, de rituele theou van de god, haten iemand die zich bezighoudt met goddeloosheid. En dit is een stelmiddel, namelijk een personificatie, want een ritueel aan zich haat natuurlijk niet iemand. Nou, Penthouse heeft wel door dat hij hier niet heel veel verder mee gaat komen met vragen naar de rituelen. Dus dan richt hij zich op iets anders. Op Theos. De god. Horaan. Infinitivus van Horao. Want. Vijs. Want jij zegt te zien. Sapho's. En let op die omega. Dit is een bijwoord. Want jij zegt. En dan mag je hem aanvullen. Duidelijk te zien. Poiostis, wat voor iemand was hij? En dan zegt Dionysos, ho poios, dat is natuurlijk gelijk een reactie op poios. Ethele, imperfectum van ethelo, willen, hoe hij maar wilde. Niet ik. En hier is een e weggevallen, het augment. Etasson droeg op dit. Dit droeg ik hem niet op. Dus hij zag eruit hoe hij maar wilde. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt een antwoord. En dat heeft Penthuis ook door. En dan zegt hij, doet dit au. En au betekent weer of opnieuw. Parogetuisas, Aristus, heb jij omzeild? Net zoals daarnet, toen gaf hij ook al geen antwoord op zijn vraag. En nu weer niet, dit heb je weer omzeild. Uig uden legon, terwijl, en legon is nominativus, dus het onderwerp hiervan is ook het onderwerp van de zin, namelijk jij. Terwijl je handig, zo mag je ui vertalen, oeden, niets zegt. En dan zegt Dionysos, doxai, futurum van dokeo, hij, zij of het zal schijnen. Het onderwerp daarvan staat ernaast, tis. Hier helemaal zelfstandig gebruikt en ook geen accentje. Dus het is een onbepaald voornaamwoord. Iemand. Dus iemand zal schijnen. Dokeo gaat met een dativus aan wie je schijnt. Dat is deze dativus. Amathai. Dus iemand zal schijnen aan een dommert. En dan hebben we een participium woordgroep. Sova legon. Legon, nominativus, dus het onderwerp daarvan is ook die iemand. Terwijl hij sova, wijze dingen, zegt. Ook ui fronijn, niet verstandig te zijn. Dus iemand zal, terwijl hij verstandige dingen zegt, niet verstandig schijnen te zijn aan een dommert. En dit klinkt nogal paradoxaal, maar als je erover nadenkt, dan klopt het natuurlijk wel. Want als jij hele slimme dingen zegt en iemand is te dom om dat te begrijpen, dan denkt die dombo niet, goh, wat een verstandige dingen, maar die denkt, nou, wat is die nou aan het raaskallen? En wat hier ook nog in zit, is dat je amatei, dom, naast sova hebt staan.
En dat is een mooie antithese. Nou, deze belediging, want natuurlijk bedoelt hij daarmee dit moment, hè? Ik kan wel iets slims zeggen, maar jij bent toch te dom om het te begrijpen. Laat Penthuis even gaan. En hij stelt zijn volgende vraag. Eltes, kwam jij? De, en kwam jij? Prota, als eerste, duur hierheen. Agon, brengende, of met, Tom Daimona. Kwam jij als eerste hierheen met de godheid? Ja, dus is Thebe, Griekenland, de eerste plek waar je naartoe komt met de verhalen en rituelen van deze god? En Dionysos zegt dan, pas, iedereen. En dan hebben we Anagoruiai. En dat kan je combineren met Tade Orgia. Deze rituelen. En Barbaron hoort bij pas. Dus het is een bijvoeglijke bepaling bij pas. Iedereen van de niet-Grieken voert deze rituelen uit door dans. Oftewel, nee, ik kom niet als eerste hierheen. Een groot deel van de rest van de wereld doet dit al lang. Nou, daar heeft Penthuis wel een mening over. Phronousi, zij denken, gar, want zij denken, kakion, let op die i, slechter, dit is comparativus, helenon, een genitivus na de comparativus is vaak genitivus van vergelijking, zo ook hier, slechter dan de Grieken. En dan ook nog eens polu, veel slechter dan de Grieken. Want zij denken veel slechter dan de Grieken. Dus je hebt hier de Barbaron en de Hellenon die tegen elkaar staan. En dan zegt Dionysos, nou, Tade, dat is een accusativus van betrekking. Wat dit betreft, ui, verstandig, malon. Eerder. En bij dat ui mag je Phronousi aanvullen. Dus wat dit betreft, denken ze eerder goed. Hoi nomoi, de wetten of de gebruiken, de diaphoroi, eisin. Maar de wetten zijn verschillend. Dus de cultuur is wat anders. En dan vraagt Penthuis nog even door op de rituelen. Ta de hiera. Onzijdig, maar nominatiefs of accusatiefs, daar moeten we nog achter komen. Nuctor is 's nachts. E is of. Met hemeran is overdag. Telijs is de persoonsvorm. Jij volbrengt of voltooit. Voert uit. Dus dan weet je dat, aangezien jij het onderwerp is, tahira wel accusatiefs moet zijn. En dan is de vraag, en voltooi jij de heilige rituelen? De rituelen of de heilige dingen, 's nachts of overdag uit? En Dionysos geeft dan als antwoord, nuctor, tapolla. Meestal 's nachts. En dan geeft hij als reden semnotet egei skotos. De duisternis heeft verhevenheid of heiligheid. Ja, dus in het donker is alles net wat meer speciaal. Nou, Penthuis heeft daar een andere mening over. Daar
hebben we hem al eerder over gehoord. Dit, namelijk dat het 's nachts is, es gynaikas, met het oog op vrouwen of met betrekking tot vrouwen of ten opzichte van vrouwen. Dolion esti is listig en satron verrot. Nou, dat zijn sterke woorden, maar hij vindt het dus niet kunnen om vrouwen er 's nachts op uit te laten gaan om rituelen uit te voeren. Dionysos vindt dat een tikkeltje overdreven en zegt dan heel subtiel kan, en dat is kai en, dus we hebben hier krasis, ook in de dag. To aischrom, nominativus of accusativus onzijdig. Exhuiroi, dat is een optativus van exhuirisco. Dat is vinden of ontdekken. Tis, nominativus, iemand. En am helpt bij het bepalen van welke optativus dit is. Dit is optativus potentialis. Dus dan krijg je ook overdag zou iemand... En dan weten we ook dat dit het leidend voorwerp is, to aischrom. Ook overdag zou iemand iets schandelijks kunnen ontdekken. En dus dan hoef je niet te wachten voor de nacht. En bovendien denkt hij er misschien wel bij, wat jij nu allemaal aan het zeggen bent, Penthuis, is ook al best wel een beetje schandelijk. En dan... zegt Penthuis, die begint het zat te worden. En dat hoor je ook aan hoe die het zegt. Die kent ze dunai, dei, sophismatoon, kakoon. Allemaal woorden die lekker allitereren met die delta. Twee sigma's en een k waar je ook altijd lekker mee kan schelden. Of hè, die je lekker je mond uit kan laten klapperen. Diken didomi, hier dunai, infinitief, infinitief auristus, betekent gestraft worden. En degene die gestraft moet worden is ze. Het is nodig dat jij gestraft wordt. Waarvoor je gestraft moet worden staat in de genitivus. En dat zijn deze sophismatoon kakoon. Voor je slechte slimmigheidjes. Dat is dan in het Nederlands weer een leuke alliteratie. En in de volgende regel zie je heel duidelijk dat we met die stigometrie bezig zijn. Want Dionysos die neemt de structuur van de zin over van Penthuis. Maar hij herhaalt niet helemaal het is nodig dat jij gestraft wordt. Maar hij zegt gewoon en jij. Ja, dus... zeker Penthuis, die niet weet dat hij met een god aan het praten is, ontdekt hier dat deze tegenstander wel erg brutaal is. En jij, dan kan je dus aanvullen, moet gestraft worden vanwege amathias, vanwege je domheid. K, hier zit net op die spiritus ook een krasis in. En... acebunt, participium, en omdat je je goddeloos gedraagt ten opzichte van de godheid. En dan zegt Penthuis, hoe brutaal, trasus of overmoedig, hoe bakgos. De bakgant, en daar moet je estin bij aanvullen. Dus hoe brutaal is de bakgant? Koek klinkt super leuk en bestaat uit kai en oek. Dus ook hier weer een krasis te herkennen aan die spiritus. En niet agymnastos.
gymnastos is geoefend, agymnastos is ongeoefend en niet ongeoefend in logoon, in woorden. En dit is een litotes, want hij bedoelt juist dat hij supergoed met woorden overweg kan, als een ware sofist. Hij heeft dat dan een paar keer eerder gezegd, ook met dingen als nou, zo heb je handig niks gezegd en hey, je hebt het weer omzeild. Dus Penthuis vindt hem juist brutaal en een woordspelspeler. Tot zover.